En we zijn weer live in de week van ons water. Maken wij bij Waterschap Noorderzeilvest filmpjes over wat wij doen aan waterveiligheid. We wachten even tot een paar kijkers komen nu binnen. Ik heb er nu via de app 2 kijkers. Ik sta hier met Frederik van Dellen. En Frederik, wat doe jij aan waterveiligheid? Ik ben muskusratbestrijder. En ik probeer samen met 24 andere collega's de muskusrat in de provincie Groningen onder de duim te krijgen. Hartstikke mooi. En wat gaan we zo doen? Nou, we gaan zo meteen hier de polder even in, tussen Garmwolde en Thesingen. En dan gaan we even een paar vangmiddelen controleren en hopelijk zit er nog een muskusrat in. Oké, gaan we zo kijken. Kijkers die kunnen een vraag stellen aan Frederik als ze willen. Doe dat ook vooral. Inmiddels hebben we in ieder geval al 9 kijkers, Frederik, die met ons meekijken. Dus, en je krijgt ook een hartje. Ook nog. Oh, geweldig. Helemaal fantastisch. Het wordt gewaardeerd. Zullen we eens even de fuiken gaan checken? Zullen we dat eens even gaan doen? Ja. Kijken of er wat in zit. Check. Oh, het gaat goed met de hartjes, Frederik. Mensen vinden het mooi. Even kijken, hier zit een duiker. Hier zit een duiker. Nou, de muskusrat die heeft in principe 2 trekperiodes, in het voorjaar en het najaar. Dan is de muskusrat eigenlijk niet honkvast. Dat wil zeggen dat hij op zoek gaat naar een andere partner. En de jongen die zwemmen uit en zoeken allemaal een eigen plekje. En dan proberen we de muskusrat op zijn pas af te snijden. En dat doen we door middel van fuiken in een duiker. En die muskusrat die zwemt er doorheen en vervolgens kruipt hij in zo'n fuik en dan is hij gevangen. Dat is de bedoeling. Oké, mooi. Ik kreeg net nog een reactie. Goed bezig, Frederik. Dus ik moet zelf oppassen dat ik niet in het water val. Dat zal wel mooi zijn, maar... Nou, deze fuik zit dus niks in. Maar het is wel even mooi om te kijken hoe het werkt. De muskusrat die komt eraan zwemmen. Die zwemt hierin. Het luikje gaat open. Het luikje valt achter hem dicht. En vervolgens, hij kan er niet meer uit. En hij zit vast. Oké, en maken jullie die fuiken zelf? Wij maken het vangmateriaal allemaal zelf, ja. Oké, dat doen jullie op een werkplaats? We hebben 2 werkplaatsen en daar maken wij ons vangmateriaal, onderhouden wij ons vangmateriaal. Oké, heb jij deze dan ook zelf gemaakt deze of is het een collega? Deze heb ik zelf gemaakt, ja, klopt. Dus hij gaat er weer in. Yes! Nou, we hebben inmiddels in ieder geval 15 kijkers via de app, Frederik, dus dat is hartstikke leuk. Als er nog vragen zijn aan Frederik, gooi ze erin, zou ik zeggen. En dan gaan wij zo, denk ik, nog even naar de andere kant lopen, of niet, Frederik? Gaan wij dat doen. Goed, dan lopen we even, we gaan zo meteen... Wacht even, ik ga even wat draaien. Oh, ik krijg wel de reactie dat de verbinding soms wegloopt. Ja, we zijn in het veld. En de internetverbinding is een beetje wisselend, ben ik bang. Wij hebben daar de auto staan, naast de molen. En daar lopen we even heen. We laten hem even draaien. En als mensen dan nog een vraag hebben, of wat willen zeggen of reageren, dan horen we dat vanzelf. Prima. Ik zal jou even in beeld brengen, Frederik. Wat zijn nou materialen die je altijd bij je hebt, Frederik, als je aan het vangen bent? Ik heb natuurlijk altijd lieslazen bij me en een waadpak. Dat is eigenlijk ons belangrijkste, want ja, we willen geen natte voeten. We staan de hele dag in het water of lopen door het land, dus natte voeten, dat willen we niet. Handschoenen, lange handschoenen hebben we ook altijd bij ons. Want er leven natuurlijk meer dieren in het water dan alleen de muskusrat. En de bruine rat zit er ook tussen en die wilde wel eens een ziekte verspreiden. Dus op die manier proberen wij onszelf een beetje te beschermen tegen ziektes. Oké. Okay. Ik kreeg nog een vraag tussendoor. Of je muskusrat altijd levend vangt? Nee, muskusratten vangen we niet altijd levend. Sterker, we vangen ze bijna nooit levend. Muskusrat, zodra die in een klem zwemt of in een fuik, dan duurt het, vooral bij een klem, enkele seconden. En in een fuik enkele minuten voordat die dood is. Dus bijna nooit voor dat we muskusrat levend vangen. Oké. Okay. Ik kreeg net nog een reactie dat iemand meekijkt vanuit Spanje. Oh, oké. Okay. Nou, ben benieuwd wat voor temperatuur het daar is. Het was beter dan hier. Oh, we krijgen nog een hele mooie vraag, Frederik. Die krijg je vast wel vaker.
eet je ook muskusratten? Eet je ook muskusratten, ja. Nou, ik heb wel eens muskusrat gegeten, ja. En ze smaken prima, hoor. Oké. Okay. Ze smaken naar konijn. Maar we mogen ze niet eten in Nederland, of? Ja, voor mij wel. Als jij een appel eet, dan moet je lekker een opeten. Nou, als muskusrat vangen moet je natuurlijk altijd wel een keer muskusrat geproefd hebben. Ja, je moet het geproefd hebben, zeker. Okay. Ja. Het smaakt dus als konijn, ja, zijn konijn, het. Ja. En het is, als jij hem uit de jas helpt en hij ligt op je bord, dan zie jij niet meer dat het een rat geweest is. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Misschien maar een keer proberen. Zeker doen. Maar wat doen jullie met de dode muskusratten? De muskusratten die wij vangen, die gaan in principe allemaal naar de destructie. En wij mogen ze, ja, in principe, er mag niks mee gedaan worden. Hè. Er mag geen winst op gemaakt worden. Dus het bont en het vlees mag eigenlijk niet gebruikt worden. Maar ja, dat zeg ik, als wij zelf een muskusrat mee willen nemen voor de consumptie, dan kan dat. Oké. Okay. Maar je mag ze dus niet verkopen? Nee, dat mag niet. Geen geld aan verdienen? Nee. Oké. Okay. Nou goed, bedankt voor jullie vragen. We lopen weer even verder richting Kwad. Oh, daar moet je voor naar België, kregen we nog een reactie. Daar mag je ze wel eten in België? Ja, daar mag je ze wel eten. Waterkonijn. Oh ja, oh ja, dat is ook zo, ja. Dat klinkt toch wel beter dan muskusrat. Ja. Op je bord. Wij zeggen muskusrat, maar de officiële naam is Bizam. Dus het is eigenlijk helemaal geen rat. Oh, Bizam? Bizam. Bizam. Oké. Okay. Wat voor soort beest is het dan? Nou, hij heeft inderdaad meer kenmerken van een konijn dan van een rat. Oké. Okay. Dus hij doet ook hetzelfde werk als een konijn. Hij vreet ook groen. Hij graaft net als een konijn, alleen hij leeft in water. Oké. Okay. En dat doet hij om hemzelf te beschermen tegen roofdieren. Oké. Okay. Goed. Wij springen zo even op de Kwad. Dan zetten we de uitzending eventjes stop. Want dan is er toch niks te horen. En wordt het misschien het beeld ook een beetje shaky. En dan gaan we even naar de andere kant. En wat gaan we daar precies doen, Frederik? Nou, op de andere kant heb ik nog de klemmen staan. En daar moet vast en zeker een muskusrat in zitten. Oké. Okay. Goed. Nou, laten we het hopen. Ik krijg een reactie dat het beeld af en toe blijft stilstaan. Dus ik hoop dat de ontvangst aan de andere kant beter is. Hoe lang duurt het voordat we daar zijn? Een paar minuutjes. Oké. Dan komen we met een paar minuutjes terug. Volg Noorderzeilvest als je even een melding wil krijgen dat we weer live zijn. Met een paar minuutjes zijn we terug. En dan hopen we echt een muskusrat te vangen. Ik hoop het ook. Oké, tot zo.